De vorige keer in Supporten van elkaar kreeg de Zuidgroep heftruckrijles. En bleek Sandra daar wel talent voor te hebben. Ja, gaat best goed, toch? Ja, gaat heel goed. En liep Dolphia de eerste avond van de avondvierdaagse voor Kirsten's kopgroep. In Supporten van elkaar volgen we een groep Enschedeërs die het niet makkelijk heeft. Ja, ik wil werken. Ze proberen hun leven te verbeteren. En dat gaan wij op de voet volgen. Officieel moet hij op een sport, maar ja, ik krijg hem maar eens te heen. Ik wil graag een grote woning. Ja, het zit dus net de postcode door te rijden, toch? We halen de deelnemers hun doelen. Nou, we gaan avondvierdaagse lopen. Gewoon, dat is goed. Volg wekelijks hun overwinningen en tegenslagen in Supporten van elkaar. Billy en Kars zijn onderweg naar Blomopleidingen voor een vervolg met Sandra. Maar we moeten eerst nog iemand ophalen. Vorige keer zijn we ook bij Blom geweest. Ja. En dat ging heel goed. Tenminste, niet met iedereen, maar met Sandra wel. Sandra ging het heel goed. En we gaan vanmiddag nog een keer naar Blom. Dus we halen haar zo op. En het toeval wil dat Wesley dus ook nu op school in de praktijk vorkheftruc les krijgt. En dat hartstikke leuk vindt en het ook heel erg goed doet. Dus Wesley, die nemen we mee. Wesley zit op het Bonheuven College in Enschede. Hier krijgt hij veel praktijkles, onder andere vorkheftrucles. En dit is dus gewoon een onderdeel van het praktijk... Het is praktijkonderwijs, je kunt een certificaat hier halen. Ja. Dus, heftruc is op zich redelijk goed te doen voor onze leerlingen. En is wel echt een waardevol iets. De heftruc is één, maar het overzicht en het werktempo wat vaak verwacht wordt, is een ander dingetje. Hij doet het echt super beheerst. Hij rijdt echt mooi om te zien hoe beheerst hij rijdt ook met de heftruck. Dat is een ding waar we echt op letten, veiligheid. Sandra deed het dus ook heel goed. Ja, die deed het mooi, dus ook heel goed. Ja, ja. We zijn dus met haar naar Blom geweest. Het Bonheuven College is een heel grote schoolgemeenschap in Enschede. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hier zijn jullie praktijkonderwijs. Ja. En dat zijn... is bestemd voor leerlingen die niet het VMBO-diploma kunnen halen. Omdat ze te veel moeite hebben met het leren. Zeg maar. En wij gaan uitzoeken van waar liggen jouw talenten wel. En dat hebben we hier bij Wesley gezien. Ja, die doet wat groen, die doet wat hout, is met heftruck bezig. En zo kan hij zelf gaan bepalen uiteindelijk van hoe ziet mijn toekomst, hoe kan mijn toekomst uit gaan zien. En waar heb ik, waar liggen mijn talenten en waar heb ik ook belangstelling voor. En elke woensdag mag hij al die pellets kapot maken. Ja? En vuur gooien. Oh, hij vindt het geweldig. Dus het gaat eigenlijk heel goed? Ja, ik vind dit de beste school voor deze kinderen. Ja. Ja, echt waar. Heel mooi beheer. Ja, hij rijdt net zo rustig als ik. Ja, nee, maar precies. Nee, maar ze waren voor jou ook onder de indruk bij Blom. Ja, goed als hij. Nee, dat gaan we straks zien. Vanmiddag gaan we met z'n tweeën rijden. We nemen moeder en zoon mee naar Blom, waar zij beide vorkheftruckles krijgen. De gordelonder, dat zul je wel weten, denk ik, hè? Ja. Dick komt ook langs om Wesley extra aan te moedigen. Wesley gaat als een speer. Secuur, mooi rustig. De jongen kreeg je niet gek volgens mij. Ja, dat heeft hij zeker geoefend. Dat kun je zien. Ja, dat kun je zien. Hij had iets rechter door moeten rijden zo dan. Had hij iets meer ruimte gehad aan de onderkant. Okay. Ja. En hij draait iets te snel het stuur om. Dan mag de moeder... even laten zien wat ze kan. Lacht niet. Net zo serieus blijven als je net was. Ging goed toch, of niet? Ja. Je zoon deed het fantastisch eigenlijk. Ja. Nog beter dan jou. Maar de snelheid zit er bij geen van beiden nog in. En ik mag je namens Blom een tweedaagse aanbieden hier bij Blom. Dat je nog even wat extra rijervaring op kunt doen. Waardoor je snelheid krijgt in je werk.
En dat wil je toekomstige baas wil dat graag zien. Ja. Dat je en veilig werkt en toch nog op een snelle manier. Leuk. Dat is dus, leuk. Hij heeft er gevoel voor. Hij heeft echt gevoel voor. Hij, ja. Nou, dat is mooi. Zeker leuk. Ja. Dat is mooi. Ja. Natuurlijk gaan we niet met lege handen naar huis. Als afsluiter krijgt iedereen nog een mooie pet van Blom. Er is een enorme drukte bij VV Richters Bleek, waar iedereen zich verzamelt voor de laatste avond van de avondvierdaagse. Maar iedereen wordt weer naar huis toegestuurd. Hij gaat niet door, Kas. Ik hoor het al. Er blijkt slecht weer op komst en de organisatie durft het niet aan om de avondvierdaagse door te laten gaan. Onze Dolvianen balen er enorm van. Hebben ze dan voor niks hun best gedaan voor Kirstens kopgroep? Maar het weer lijkt tot nu toe nog helemaal prima. De Dolvianen gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze zijn gekomen om te lopen en dat gaan ze doen ook. Jongens, weten jullie de weg? Op naar de Goolsvesten. Hou je nog een beetje vol, Kas? Het is wel een end, hè? We zijn er bijna. De groep heeft nu wel wat meer haast, want ze wordt achtervolgd door donkere wolken. Kartrekker Chantal is druk bezig geweest voor Kirstens kopgroep. Ja. Gisteren waren we aan het wandelen. Ja. Ze waren een mooi potje gemaakt met Kirstens kopgroep. Ja, ik hoor het. We komen onderweg. Twee jongens tegen. Onderweg collecteren. Oh, Twente, zei ze. Ja? Ja, zegt Lina, je mag wel doneren. Ja, waarvoor? Wil je uitleggen? Ja. Daar is het stadion, het eindpunt van dit Dolviaanse avontuur. Ik heb een potje met vet. Op een potje vet, al op de tafel gezet. Bij aankomst wordt de groep onthaald door familie en vrienden. Hey Ronnie! Ja, en bij de avondvierdaagse wordt traditioneel de medaille, hoeveel kilometer je ook hebt gelopen. En zullen we gewoon met de kleine grote helden beginnen. Kijk. Alsjeblieft. En we willen natuurlijk ook graag weten hoeveel geld de Dolvianen hebben opgehaald voor Kirstens kopgroep. Ja, ze zijn niet zo heel goed in het boordje doen. Ik ben helemaal niet zo goed in. Nee, dus, maar we hebben een sponsoring gevraagd aan de mensen. Super gaaf, man. Mooi. Daar, Kirsten en Job die komen, komen zondag. Ik vind het niet normaal, ik vind het heel gaaf. Dank jullie wel. Thanks, jongen. Ja. Mooi. Super. Dank je wel. Graag gedaan. Jij ook, man. Graag gedaan. Dank je. Top. Graag gedaan. Ik ben natuurlijk ontzettend trots wat er is gebeurd al die maanden dat ik jullie ken. Dus eigenlijk wil ik zeggen, uit de grond van mijn hart, dat ik jullie ontzettend tof vind en met elkaar heel bijzonder vind. En dat jullie dit echt gedaan hebben, nou, dat vind ik zo ontzettend fijn. Doei Dick, doei Wesley. Goed gaan, hè. Yo. Doe maar rustig, komt altijd goed. Oh, Enschede. Hier in Twente. De volgende keer in de laatste aflevering van Supporten van Elkaar blikken we samen met onze deelnemers terug op een geslaagd project. Dapper. Ja, zelfvertrouwen gekregen. Ik keek er iedere week weer naar uit. Supporten van Elkaar. Ik mis. Je mist het. Ja.